Vivian Polstar. Ik ben vandaag jarig, ik word 32. Op school hebben ze deze mooie kroon gemaakt. En ik ben aan het wachten tot de bel gaat, dus ik vind het wel heel spannend. En dan gaan we leuke dingen doen. Het echte feest is het wel nog niet. Want het echte feest komt nog. Maar het is wel heel leuk dat wij toch wel wat bezoek krijgen. En ik heb een tekening gemaakt. Dit is de tekening die ik heb gemaakt. En deze, die heb ik ook gemaakt. Prachtig. Ik heb iets met oranje. Dus prachtig. Fuck dat ding. Ben ik super, super bang. Het wil zelf niet zelf doen. Daar ben ik super bang van dat ding. En ik hoop dat hij daar blijft zitten, want ik wil niet dat hij binnenkomt. Zo, we staan hier op wacht. Ze komt eraan, ze komt eraan. Ja, ze moet eigenlijk bellen naar... Ja, ze komt eraan. Maar wie gaat het zijn? Dat is de vraag. Dat is echt zo'n beetje bewolkt en zo van die allemaal. En ik zou ze moeten laten wachten. Dat ga ik niet doen. Dus... Ze komt eraan. Hallo. Eindelijk. Hey, hey, hallo. Dat meisje. Alles goed? Ja. Kijk. Dankjewel. Dat is maar een kleinigheidje. Maar klein is ook goed, hè? Klein is altijd. Het is voor onze honger te stellen. Ik heb het goed vastgeplakt. Dat zijn goeie... Ik heb dat zelf niet meer pakken. En bij iemand is dat moeilijk. Oh, kijk, zo leuk. Een pizza. Ze kunnen wel iets eten. Een pizza. Zo grappig. Oh, dankjewel. Oh, zo mooi. De beer. Zo mooi. Dus we zijn hier nu in de... Nee, ik heb geen kaal. Je hebt warm. Ik zit nu op een terrasje. Of zit heel veel. We zijn nog niet erkend geweest. We zijn nog niet erkend geweest. Ondanks dat ik toch opval, zijn we nog niet erkend geweest. Dus we hebben net de bestelling gedaan. Dat ga je straks zien. Maar het is echt leuk. De verjaardag. Echt super tof, hè. En vind je het ook tof? Ja, hoor. Ze biedt brengen ze onze pannenkoeken. Ja, hè. Om lekker smullen. Ja. Je zal eens zien in de vlog, maar dat is met ballon op. Zo groot komt je in de vlog. Hè. Kijk, dat zijn de pannenkoekjes. Ze zijn super lekker, hè. Moet je verjaardag vieren, hè. Dus we zitten hier zo, daar zitten we eigenlijk. En het is wel heel gezellig eigenlijk, de verjaardag. Het is het gewoon buiten eigenlijk, hè. Dus het is wel tof. Dus, we zitten eigenlijk hier. Hier zitten wij. Nu. En het was echt heel lekker, de pannenkoeken en zo. Ja, we hebben die vlog natuurlijk niet alles, omdat het is leuk om eens gezellig te kunnen praten en zo. Ja, dat is logisch. Maar het is echt leuk. Dus het is echt wel een paar keer dat ze daar voorbij gaan. Nog niet in de foto, maar wel een paar keer dat ze mij bekend kent. Maar dat is meestal als ik iemand meeneem, dat ze dan minder rap een foto durven vragen. Als ik gewoon alleen ben, dan durven ze rapper. Maar het is wel leuk. Het is echt tof, de verjaardag en gezellig. En zo, het is wel warm. Ik merk wel dat het warm is. Maar ja, dat hoort een beetje bij me. Dat het warm is. De herfst is begonnen eigenlijk. Hè. Maar dat is echt een goede pannenkoek. Echt super lekker. Dus echt een aanrader om hier te komen. Niet gesponsord trouwens, totaal niet. Totaal niet gesponsord. Dus ik vind het wel leuk om zo met de kroon. Het is wel een beetje zo... Hij komt wel een beetje los van alle kanten, maar kijk. Kun je niks aan veranderen. Maar dat heeft met de wind te maken. De vorige keer was te veel wind buiten. Kijk, daar hebben we een ballon. 31 minuten. Heel prachtig. De ballon waar we mee gevaren hebben.
is hier aan het varen. Wat is dat? Prachtig. Kijk, dat is de ballon die al heel tijd vaart. Dankjewel. Kijk, dat is de ballon echte waal, zoals ik mijn mama ook noemde. Het is echt wel leuk om nu ballons te zien eigenlijk. Het was heel leuk met de mama van links. Zij heet Sarah Vrienda. En het was echt heel leuk. We hebben heel alles gefilmd en zo van die dingen allemaal. Maar het was op zich echt super leuk. En ja, je zit dan toch niet alleen op je verjaardag en zo. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Dus, en ik vind het belangrijk om mijn kroon, want ja, het is toch op je verjaardag dat je die kroon moet dragen. Dus ja, dat is echt wel heel tof. En zo dingen allemaal. Dus ja. Tot hiertoe heeft mijn grote held mijn verjaardag meegemaakt. Dus daar ben ik wel blij mee. Waar de balans precies op hebben gestegen, dat weet ik niet. Maar dat weet ik niet. Maar ik denk dat die niet zo goed. Ik heb trouwens ook handschoenen. Voor als het winter is, want ze waren er eindelijk. Die ik vorig jaar opzocht, want die had ik er niet gevonden. En die zijn er eindelijk. Dus ik ben wel blij eigenlijk dat ze er waren, want ik heb heel lang moeten zoeken om ze te vinden. Vorig jaar waren ze helemaal uitgekocht, vond ze niet meer. Ik heb graag met zo'n kleppers, maar dan ook dat je gewoon je vingers nog kunt gebruiken als het zo koud is. Dus, maar die varen allebei aan de andere kant uit, zie ik. We wachten allemaal, want het is hier dat de camera aan staat, denk ik. En dan denk je van ja, we gaan toch maar stoppen. Dus daarom. Nee, maar het is echt heel leuk. Ik heb er echt van genoten. Daar is ook een ballon. Oké, daar komt niks af. Oeps. Slaat erop. Oeps. Dus, ja, echt een ballonfreak. Eigenlijk ballons op mijn verjaardag. Dat gebeurt nu heel vaak. Maar het is goed weer, dus ben ik wel blij. Dus een ballon staat. Zie je de volgende, daar is de ballon, die, dat is hem, nu ziet het eruit, maar daar staat de ballon.